Het is nog wel fris, maar het is voorjaar en de struiken lopen uit, de sleutelbloemen bloeien. En eigenlijk is dit toch wel de mooiste tijd van het jaar. Wat je nou allemaal hier ziet, beginnen te bloeien en te groeien, dat is eigenlijk maar het topje van de ijsberg. Want wat er nou gebeurt, dat gebeurt eigenlijk voor het grootste deel onder de grond. Onder de grond, daar heb je een soort gigantisch internet. Daar leven allerlei organismen die met elkaar communiceren. Schimmeldraden die maken banen waar langs informatie doorgegeven wordt. En ja, op het eerste gezicht, pak een handvol grond, zie je natuurlijk niet veel, hè, in zo'n handvol grond. Maar hier in dit kleine beetje grond, daar leven wel miljarden bacteriën, honderdduizenden protozoen, zoals ameuben, wimperdiertjes, pantoffeldiertjes. Nou ja, al die microscopisch kleine diertjes. Ongeveer 100 nematoden, dat zijn een soort piepkleine aaltjes, die je net wel of net niet met het blote oog kunt zien. En toevallig één worm. Het zou er ook twee kunnen zijn, het zou er ook nul kunnen zijn. Bodemleven, dat zorgt voor structuur van die grond. Want grond is ja, geen compacte massa, maar bestaat in een ideaal geval uit nou, zeg maar 40% lucht en water, hè, holtes. Eigenlijk is het een geweldige spons. En het zit vol met tunnels en labyrinthen. En van die tunnels maakt dat bodemleven gebruik. En via die tunnels wordt ook de plant van voedsel en van water voorzien. Goed, dat bodemleven, al die microben, die zorgen voor voedingsstoffen, hè, dat planten kunnen groeien. Maar ze houden ook ziektekiemen tegen. En in die levende grond, daar vindt ook een enorme ruilhandel plaats. Bacteriën die ruilen stikstof met planten voor suikers bijvoorbeeld. Stikstof is natuurlijk een beladen woord, maar alle vormen van leven hebben wel stikstof nodig. Schimmels met hun schimmeldraden die transporteren fosfor naar de plant. Fosfor is een stof die de plant wel nodig heeft, maar niet zelf goed op kan nemen. En ook die fosfor wordt weer geruild tegen allerlei koolhydraten. Dus onder de grond, hier onder mijn voeten, is het een samenwerking van je welste. En ja, voor al die samenwerking en communicatie, niet alleen tussen planten en microben, maar ook tussen microben onderling, heb je natuurlijk een taal nodig. Nou, die taal is godzijdank een chemische taal. Want zouden we hem kunnen horen, ja, dan zou het een horen en zien zijn dat je vergaat. Dan zou je niet eens meer in de tuin kunnen werken. Zo kabaal zou het zijn. Dit is de activiteit van de wormen. Dat is een van de belangrijkste bodemorganismen. Darwin heeft er een heel boek over volgeschreven. The Engineer of the Soil noemde die de worm. Dat is het organisme dat eigenlijk de snelwegen maakt waar langs alles zich kan verplaatsen. Al die processen in de grond, dat onzichtbare universum waar we eigenlijk zo weinig van af weten, dat is wat me geweldig fascineert. En daarom heb ik ook mijn laatste boek geschreven en daarom heet dat ook De Onderwereld van de Tuin.